nog even volhoudt. De dagen zijn zo voorbij. Oelala. Dit voor paleis. Van een stukje hoogwaardig verblijfsgroen. Fijne vakantie. Fijne vakantie. Het dagelijks vloggen beviel me echt super goed. Ik vond het heel erg leuk. Het scherm is een beetje te groot. De dag voor kerst. Ga je lekker onder de kerstboom slapen. Goed zo. Oh, oké. Doordat we nu weer allemaal verplicht moeten thuiswerken, is mijn hele ritme naar de maan. Gaan we veel te laat naar bed, staan veel te laat op. En het is helemaal wit. Niet van de sneeuw helaas, maar toch een soort witte kerst. Tijd voor de laatste vlogmas. En dat betekent dus ook de laatste koffie uit de kalender. Daar ben ik niet heel rouwig om. Hoewel, de laatste dagen ging het geloof ik wel. Misschien kunnen we even kijken naar de compilatie. Oh, het is gewoon heel ranzig, sorry. Niet vies. Beetje smakeloos. Denk ik wel de minst smerig tot nu toe. Ja. Het is lekker. Niet lekker. Het ruikt gewoon naar vis. Ja, nee. Eigenlijk best wel lekker. Heel bitter. Kan ermee door. Beetje zuur. Maar het smaakt echt prima. Beetje metalig. Echt niet vies. Er zit echt een stijgende lijn in deze kalender. Top. Het ziet er wel uit als een bijzonder koffietje. Hawaii Kona. Extra fancy. Iemand zei in de comments trouwens nog iets heel slims. Dat eerste zakje met kruiden wat erbij zat bij dag 1... Misschien, dat was zoveel, misschien was het wel de bedoeling om dat dan iedere dag een klein beetje in je koffie te strooien. Dat verklaart wel waarom je het op dag 1 krijgt en waarom het zoveel was. Maar ik ben blij dat ik het niet heb gedaan, want ik vond het echt heel ranzig. Wel benieuwd naar deze Hawaii Kona Extra Fancy. Ruikt gewoon naar koffie. Nou, dan gaan we de laatste koffie, Extra Fancy. Koffie. Nee, hij is echt niet vies. Het is echt een goede koffie. Dus ik denk dat we wel kunnen concluderen dat die kalender gewoon echt van slecht naar goed is gegaan. Neem ik hem volgend jaar weer. Dat valt nog te bezien. Toen ik dat weekendje weg was met mijn ouders, toen ontdekte ik, of ik wist het eigenlijk al, ik herontdekte, dat zij geen koffie drinken bij het ontbijt, maar pas ja, om koffietijd rond uur of 10:30, 11:00 of zo. Na het ontbijt tussen de lunch. Terwijl ik heb wel echt mijn koffie nodig bij het ontbijt. Anders krijg ik daarna hoofdpijn. Toen vroeg ik me af, is het nou iets van oude mensen? Dat je dat zo uitspreidt over je dag. Eerst ontbijten, dan koffie drinken, dan lunchen. Maar ja, mijn ouders hebben niet bepaald weinig te doen op een dag. Of is het eigenlijk raar om koffie te drinken bij je ontbijt? Op de nuchtere maag. Als ik met mijn vrienden op vakantie ga, drinken we altijd gewoon koffie bij het ontbijt. En dan gaan we daarna ook erop uit meestal. Dan gaan we iets doen. Of aan het zwembad liggen. En je gaat toch ook geen koffie aan het zwembad drinken. Maar ik ben wel benieuwd, ben jij een ontbijtkoffiedrinker of een koffietijdkoffiedrinker? Of allebei? Het is nu 9:30 en ik heb om 10:00 mijn ene laatste Teams meeting van het jaar. Dat alleen is al een feestje waard. Want ik hou er echt nog steeds niet van. Ik heb wel het idee dat ik vind het wel iets minder erg dan een jaar geleden. Maar dat komt denk ik ook omdat andere mensen er iets beter in zijn geworden. En dat we gewoon met z'n allen zo zat zijn dat we het altijd lekker kort houden. En daarna zal ik jullie even... Wat een lekker zonnetje. En daarna zal ik jullie even vertellen wat het plan is voor vandaag. De laatste vlogmas. Zo, vergadering zit erop. Kai hier heeft geluk. Die mag nu al zijn laatste vakje openmaken. Nummertje 24. En het zijn weer stokjes. Goed zo. Hij gaat het nog missen om iedere dag zo verwend te worden. Goed zo. Deze kattensnoepjeskalender was wel echt een groot succes. Op zich eet Kai meestal bijna alles, maar hij heeft een keer... Ik heb een keer een kalender gehad waar echt van die soort hondenbrokken in zaten. Die lusten die niet. Maar dat Kai nu als zijn snoepjes krijgt, dat heeft natuurlijk een reden. Ik heb de hele tijd zitten denken, moet ik nou op de laatste dag van vlogmas nog iets spectaculairs doen? Maar er is gewoon nu bijna niks te doen. Ik kan ook niet met allemaal vrienden gaan afspreken of een diner organiseren. Dus toen ging ik denken van, nou, ik heb vanavond vakantie. Hoe zie ik dan voor me dat mijn eerste vakantieavond eruit ziet? En toen zag ik mezelf voor me in een lekker warm bad met schuim.
wijntje erbij, wat snacks, een goed boek of een aflevering van Seinfeld. Toen dacht ik, ja, dat is op zich nog wel te realiseren, denk ik. En dat lijkt me echt heerlijk. Dus ik verklap nog niet wat we gaan doen, maar ik ga nu wel mijn zwembroek inpakken. Kijk, ik heb echt al heel veel leuke kerstkaarten gekregen van kijkers en vrienden en familie. Maar nu heb ik er eentje met de, denk ik, Zweedse koningin erop. Oh, kijk nou. Wat een leuk plaatje. Echt geweldig. Dit is hoe Jelle en ik bij het vuur zaten toen in Zweden. Maar dan zonder kat helaas. Lieve Bram, fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Of zoals ze hier zeggen, God jul ook God niet door. Nog even volhouden, de dagen zijn zo voorbij. Kusjes aan Kai. Oh, lief. Ah, god. Ja. Van Jelle, dus. Als dat niet duidelijk was. Ah, mis hem zo erg. Maar gaan we het oud en nieuw naar hem toe, gelukkig. Dus nog eventjes. En voor wie mij nog een kaartje heeft gestuurd of nog wil gaan sturen. Ik kan vandaag niet naar mijn postvak, postbus. Maar ik ga morgen of overmorgen wel even langs. Dus het komt sowieso goed terecht en ik zet ze allemaal hier neer. En dankjewel voor de mensen die hebben gestuurd. Heel lief. Ja, ik heb een heel klein eenpersoons kersttonnetje. Tegelijkertijd heel schattig en een beetje treurig. Maar wel lekker. Oh, Kaitje. Maakt het wel heel moeilijk om nu een nachtje weg te gaan. Als je zo lief gaat liggen hier. Hoe weet je dat nou, dat het de bedoeling is om hier onder de kerstboom te gaan liggen? Maar ik ben morgen weer terug. Doei. Dit stukje groen hier, zo naast de weg, heet het Wieboudpark. En de tekst hier, dat is gewoon bijna satire. Het park is voorzien van een padenstructuur, nou, dat is letterlijk één pad, en bankjes om mensen te laten genieten van een stukje hoogwaardig verblijfsgroen. Wat de hel? Een stukje hoogwaardig verblijfsgroen. Kijk die maar even. En de padenstructuur. Ik ben dus bij het Volkshotel in Amsterdam, zoals je ziet. Mijn favoriete hotel van Amsterdam. Ik heb hier al een paar keer geslapen en ik heb er zelfs een paar afleveringen van Gay Talk opgenomen in een kamer. Dat was toen een hele leuke samenwerking. En ik mailde Thijs van het Volkshotel gisteren. Ik zei, heb je nog een kamer met een bad? Hij zei, tuurlijk, kom maar. Dus daar ben ik. Slaap in de businessman strip. Escape the routine of everyday life. Nou, kom maar op. Dit is mijn verkeerde pasje. Twee pasjes gekregen. Ik zal zo uitleggen waarom. Dat is de goede. Oelala. Wat is dit voor paleis? Huh? Oh my god. Geweldig. Wow. Echt heel mooi. Ik dacht even, maar waar is nou het bad? Maar dit is het bad. Holy moly. Echt geweldig. Deze kamer is op zich al niet normaal mooi. Echt geweldige kleur, dat persik roze. Maar zeker nu met de zon die aan het ondergaan is. Echt alsof je in een soort... Alsof je in een soort paleis binnenstapt.
Zo, dit is nu al het hoogtepunt van de maand, van de Vlogmas. Het is echt een prachtige kamer en ik werd echt ontvangen. Ja, ook als een soort koning eigenlijk. Super enthousiaste, leuke jongen bij de receptie. En ik heb dus eigenlijk twee kamers. 501, dat is waar ik nu ben, de Businessman Strip. En 529, dat is mijn dinerkamer. Want ik mocht kiezen of ik gewoon iets te eten wilde halen bij de bar. Of het drie gangen diner wilde proberen. En het drie gangen diner is eigenlijk een soort negen gangen diner, heb ik begrepen. Je mag natuurlijk niet in een restaurant eten met andere mensen. Ze mogen ook niet in de kamer serveren. Dus ik heb nu gewoon een losse kamer om in te eten straks. Ik dacht eerst, ja, drie gangen in mijn eentje, dat is best wel een lange zit. In je eentje aan tafel, maar ja, beter dan in je eigen kamer dan in een restaurant waar iedereen zit aan te kijken van, oh, wat zielig, hij is alleen. Ik kreeg nog een nieuwe fles handzeep van zijn cadeau, waar ik voorlopig even mee kan doen. En toen kwam ik op de kamer, er was ook nog een hele lieve kerstkaart en een cadeautje. Oeh, wauw, een sjaal. Wow, een Volkshotel sjaal, maar echt heel mooi. Waar heb ik het allemaal aan verdiend? Ik kom alleen maar een nachtje slapen. Dankjewel Volkshotel en dankjewel Thijs voor alleen al voor deze ontvangst. Het enige jammer is dat hier natuurlijk geen kerstboom in de kamer is, maar als ik hem te erg mis, kan ik gewoon live naar mijn eigen kerstboom kijken. De planning is nu, als het nodig is, nog even wat snacks halen, maar de minibar is bij het Volkshotel altijd inclusief. Niet alleen maar voor mij, maar voor iedereen. En dan ga ik om 7 uur eten in mijn dinerkamer en dan ga ik daarna nog even in de hot tub, dacht ik. En daarna nog in bad, kan dat beter andersom. Misschien moet ik eerst gewoon in bad. Zoveel opties. Oh ja, maar eerst nog even mijn laatste Teams meeting van het jaar. Heerlijk om dat vanaf hier te doen. Doei. Later. Fijne vakantie. Fijne vakantie. Vakantie. Hoera. Nou, dat was wel het mooiste uitzicht tijdens een Teams meeting ooit. Maar nu zit ik dus met het dilemma. Ga ik eerst in bad? Of ga ik eerst in de hot tub? Oh, mijn mondkapje. Ik wil naar de hot tub lopen, maar ik dacht, oh, mijn mondkapje vergeten. Teruglopen naar mijn kamer, oh, pasje vergeten. Toen ik echt zo drie keer heb gedacht, waar is mijn pasje, waar is mijn pasje? Ik heb een nieuwe. Oh, daar is die. Stupid. De hot tubs zijn steeds allemaal bezet, dus misschien dat ik vanavond laat nog even ga kijken. Het zijn tot 11 uur open. Verder is het hier behoorlijk uitgestorven. Voor mij wel chill, maar voor het hotel natuurlijk heel kut. Ik snap het ook wel, want er is natuurlijk nu verder in Amsterdam echt heel weinig te doen. Hoewel, je hebt wel dat light festival, wat je nog kan gaan bekijken. Misschien dat ik dat ook nog even ga doen, maar het is wel veel allemaal in één avond. Kom hier voor mijn rust. Geeft mij dus ook wel een rustig gevoel dat er gewoon buiten niks te doen is. Dus het enige wat je hoeft te doen is gewoon lekker hier op je kamer chillen, in bad chillen, lekker eten. Je moet helemaal niks en je moet er toch even lekker uit. Het is nu bijna 7:15, dus ik ga me maar eens richting mijn dinerkamer begeven. Nee, denk ik gewoon maar mijn laptop mee en een boek. We hebben zeg maar de special rooms, zoals eentje waar ik in slaap. En de wat gewonere kamers die ook nog steeds heel leuk zijn, zoals deze. Ik vroeg me af, waar is dan het bed? Maar ik denk dat het bed hieronder zit. Dus even wat hout overheen heb gelegd, zolang het de dinerkamer is. Iedere gang bestaat dus uit drie gerechten. Ik ben vergeten wat alles was, maar het ziet er heerlijk uit en het ruikt ook fantastisch. Hey, I'm working with Bill. Spread out, give me some room. Dat is de tweede gang. Spruitjes zie ik hier. Vis met boerenkool, denk ik. Champignons, rode kool. En patat. Het is echt geweldig dat je dus onder deze omstandigheden nog steeds zo lekker hier kan eten. Maar het is wel een aardige exercitie om met je dienblad vol, dus ja, ik heb nooit in de horeca gewerkt, ik ben er niet gewend, een dienblad vol eten en dan zo'n hele zware deur openhouden, dan met je andere hand pasje bij de lift, op het knopje drukken in de lift, alles proberen recht te houden, dan vervolgens weer pasje bij de deur. Nou ja, het is gelukt, alles is er. Een stukje vis, aardappelpuree met spruitjes. Zo. Heel lekker. Oh, dit is een soort haché-achtig iets. Stoofvlees. Oeh, zo. En dan zijn we desserts. Ik heb toch wel iemand kunnen gebruiken om te helpen om dit allemaal op te eten. Maar
Ik neem het even mee naar mijn kamer. Het eten was echt overheerlijk. Een beetje te veel, want het was eigenlijk voor twee personen. Ik heb besloten dat ik de hot tub deze keer maar oversla. Of misschien nog morgenochtend, als het dan misschien rustig is. Maar misschien is dat toch ook weer iets wat je soort romantisch met z'n tweeën moet doen. Of met een groep vrienden. Ik ga morgenochtend nog wel even kijken. Nu is het tijd voor een bad. Waar leg je die badmat? Hier? 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 Of hier? Oh, dat is lekker. In de eerste vlogmas die ik opnam, dag 1, vroeg ik me af of het niet een hele eenzame december zou worden zonder Jelle. En dan al die feestelijke dingen zonder Jelle. Had ik bedacht dat ik vlogmas ook een beetje ging gebruiken om aan mezelf te bewijzen dat ik ook gewoon alleen kan zijn. En ook in mijn eentje het naar mijn zin kan hebben. Ja, dus lekker. En is dat gelukt? Met ups en downs. Kijk, dat ik hier vanavond eten voor twee personen krijg, dat helpt natuurlijk ook niet echt. Want dit is allemaal zo leuk en fijn en romantisch. Het was natuurlijk 100 keer leuker geweest om dat samen met Jelle te doen. Hopelijk gaan we nog heel vaak dit soort dingen samen doen. Dat is zo absurd lekker. Wat zou het zijn? En er waren echt wel een paar momenten deze maand dat ik echt, eventjes doorheen zat. Dat lag zeker niet aan de vlog. Ik vond het echt heerlijk om iedere dag een doel te hebben en iets te kunnen maken en mijn hart te kunnen luchten. Ik vond het leuk om iedere dag iets te moeten verzinnen, ook als er soms niks gebeurde. De camera viel uit terwijl ik midden in mijn vlogmas evaluatie zat en misschien maar goed ook. Je moet er niet te veel terugkijken, je moet er vooruitkijken. En wat vooruitkijken betreft, dit dagelijks vloggen beviel me echt super goed. Ik vond het heel erg leuk. Ik denk dat het in een normale maand niet praktisch haalbaar is, want ik heb ook nog 2 dagen per week mijn werk. Dit moet ook nog steeds gemonteerd worden en daar kreeg ik soms wel een beetje stress van, dat iedere dag die ik had geleefd was weer extra montagewerk. Maar onder een klein voorbehoudje wil ik wel toezeggen dat ik vaker ga vloggen dan 2 keer per week. Om de dag, en dat komt niet uit, dan heb je steeds een andere dag, of 3 keer per week, lijkt me ook een goed aantal. En dan is het natuurlijk net als mijn vlogmas niet iedere keer een spectaculair onderwerp en een spectaculaire vlog, maar er is er wel 3 keer per week een leuke video. Ik krijg er warm van. Ik ga nog even rustig genieten van mijn warme bad en mijn wijn. En ik heb nog een dessert daar. Oef. En dan is het tijd voor de adventkalender natuurlijk. Waarvan ik in ieder geval vakje 24 heb meegenomen naar Amsterdam. Proost. En Merry Christmas. Zo, ik ben weer een beetje opgedroogd en bijgekomen. Deze kamer is toch gewoon de perfecte hotelkamer. Het is niet een hotelkamer met een bad. Het is gewoon een badkamer met een bed erbij. Precies wat ik wil. Tijd voor het laatste vakje. Vakje 24. Het is wel een groot vakje. Het was mijn baantje wel. En dan heb ik het niet over de chocola. Die was iedere dag eigenlijk prima. Ik wil iedereen heel erg bedanken die de afgelopen maand heeft gekeken. En zo enthousiast gereageerd op alles. En me aangemoedigd om het vol te houden. Alle mensen die nieuw zijn aangehaakt. En alle mensen die al heel lang zijn. Vakje 24. Oh, maar ik kan hem echt niet meer opeten eigenlijk. Zoveel gegeten. Oh, ja hoor. Daar is hij dan. Sinterklaas. Dat was het dan. Dankjewel voor het kijken. Dank aan het Volkshotel voor deze heerlijke overnachting in deze fantastische kamer. Of je nou in Amsterdam woont of in de buurt of heel ergens anders. Boek gewoon lekker een kamer hier. Verwen jezelf. Ga lekker in zo'n bad liggen. Neem een 3-gangen diner. Maar let op, het is eigenlijk een 8-gangen diner. Ik ga heel even een paar dagen bijkomen, maar ik zie je heel snel weer. Kijk maar even. Doei!